Rond deze tijd van het jaar lig ik vaak nachtlang wakker door kriebelhoest of prikkelende hoest, zoals anderen het ook wel noemen. Of gewoon last van mijn keel. Super irritant en al helemaal vervelend als je geen hoestdrank bij de hand hebt. Maar ik heb een manier gevonden waardoor je je eigen hoestdrank kan maken. Niet alleen is dit een stuk goedkoper, het is ook een stuk gezonder voor je. En je hebt het in een handomdraai gemaakt. Dus kijk even mee. Wat heb je hiervoor nodig? 200 ml water, een goede 5 eetlepels honing en 50 gram suiker. En ik heb er ook nog een blokje gember. Gember is niet alleen heerlijk, maar het is ook nog eens super gezond voor je. En die laat ik lekker meekoken en meeweken. Het is heel erg simpel om te maken. Je doet namelijk het water in de pan en het suiker, blokje gember en tenslotte lekker de honing. We gaan alle ingrediënten in elkaar laten oplossen. Het is heel erg belangrijk dat je het niet aan de kook brengt. Dus verwarm de pan. Maar zorg ervoor dat het niet gaat koken, want dan verdwijnen de werkzame stoffen van de gember en dat zou heel erg zonde zijn. Dus we gaan het in elkaar op laten lossen en het gaat het snelst door te verwarmen. Laat het mengsel nog 5 minuutjes op een laag vuurtje staan. Dit doe je zodat de werkzame stoffen in het water kunnen worden opgenomen vanuit de gember. Nogmaals, zorg ervoor dat het niet gaat koken, want dan gaan de stoffen verloren. Nou, het drankje is klaar. Tijd om het te testen. Het ruikt echt super lekker. Ik heb de gember er nog even in zitten, zodat het nog meer los kan trekken. Het is belangrijk om te weten dat je niet een heel glas hoeft leeg te drinken van dit voor het effect. Echt een paar slokjes is al genoeg. Het is ook niet gezond om een heel glas hiervan leeg te drinken, omdat er wel veel suiker in zit natuurlijk. En je zal er ook wel misselijk van worden als je dat wel doet. Dus het is even afgekoeld en we gaan het even testen. Dat is echt heel erg lekker. Dat is echt serieus. Het is echt super lekker dit. Het is heel erg zoet, smaakt heel erg naar honing. Je proeft de gember ook. Als je van die smaken houdt, is dit echt een aanrader. Heb je nou last van je keel? Probeer het uit. Ik geloof wel dat het echt goed kan helpen. Het heeft echt wel de smaak van hoestdrank ook. Het is ook een stuk gezonder dan hoestdrank. Het is een goed alternatief voor hoestdrank. En ook makkelijk te maken als je het niet in huis hebt. Laat even een reactie achter en vertel ons of het heeft geholpen. Abonneer je ook even op ons kanaal en geef een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Dat is handig.